Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering, nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag ja, een wat serieuzer onderwerp. We hebben uitgenodigd, of eigenlijk kwam je ook wel naar ons toe, Levi Vrouwenvelle. Dat is nog steeds wel een van de grootste darttalenten van Nederland. Heeft jarenlang in het jeugdteam van Nederland gespeeld. Ja, bakken vol met medailles gewonnen, zeg maar, bij de WDF en ook bij de JDC heeft hij gespeeld. Maar vandaag dus met een wat meer serieuzer onderwerp. Hij kwam naar ons toe en hij wilde ons of eigenlijk zijn verhaal doen over zijn mentale problemen, zijn depressie. En we weten hoe vaak dat voorkomt binnen het darten. We hebben mannen als Steven Bunting, Kim Huibrechts, maar ook recent Jamie Lewis, Luke Humphries natuurlijk, Diogo Portela, Keegan Brown. Allemaal grote darters die last hebben van mentale problemen. Dus we zijn dan ook blij dat jij, Levi, je verhaal kan doen hier. En hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat nu wel prima. Ik ben de laatste tijd veel op zoek naar wat voor mij kan helpen ook in met mijn problemen. Dus ben ik ook steeds meer op zoek naar nieuwe hulp daarmee. En dat is een beetje lastig, want ik vind het zelf ook nog heel ingewikkeld, want ik ben er zelf nog niet helemaal 100% achter van waar ik wel tegen kan, waar ik niet tegen kan. En dat is vooral nog heel veel zoeken. Ja. Ja, dat lijkt me lastig inderdaad. Weet jij een bepaald punt waar het allemaal een beetje de verkeerde kant op ging? Kan je dat uitleggen misschien? Ik weet dat ik ongeveer midden in 2018 of zo was ik heel veel bezig met heel veel met darten en heel veel met randzaken bezig. Met school, met stage en noem alles maar op. Ik was zo eigenlijk druk bezig dat ik kwam altijd om 17:30 of zo pas thuis van 's ochtends vroeg. En dan ging ik snel eten en dan moest ik weer door naar het darten. Want in de weekenden speelde ik natuurlijk altijd toernooitjes. En in de avonden zoveel competities speelde ik. Want ik wilde nog alles wilde ik ervoor doen. Om natuurlijk de droom van iedere jonge darter te bereiken. Om echt een keer goed je geld mee te gaan verdienen. Mm-hmm. Dus daar heb ik alles aan gedaan. Ik wil zoveel mogelijk spelen. En toen begon alles een beetje fout te lopen. Op school liep het niet meer zo lekker. Ik had er niet zoveel zin meer in. Ik had minder zin om met vrienden iets te gaan doen. Ik had ook... ik kreeg toen ook veel last van mijn darteritis. En vaak heb je er dan ook minder zin in. En dan loop je prestaties ook terug als je er minder zin in hebt. Dus alles ging eigenlijk de verkeerde kant op. Ja, ik denk, als ik het zo hoor, was... Ja, misschien wel het irritantste nog natuurlijk aan mentale problemen is dat het er langzaam insluit. En dat het niet in één keer... Kijk, bijvoorbeeld als je een ongeluk hebt, dan heb je een gebroken been of zo. Mentale problemen heb je dan natuurlijk niet. Was er dan een bepaald punt waarop jij terugkeek en dat je dacht van... wat jij zegt, waarom spreek ik in één keer niet meer met mijn vrienden af? Of waar is die lol van het darten gebleven? Had jij dat moment op een gegeven moment? Nee, zelf had ik het eigenlijk niet door. Dat was het hele probleem. Het ging eigenlijk allemaal automatisch. En ik dacht wel, er zit iets achter. Het zou wel even, ik heb er even geen zin in. Het gaat zo alweer een paar weken zo duren. En dan ben ik er wel klaar mee. Want toen, ik had toen wel een sportpsycholoog en die had het er toen ook, ging ik er wel mee praten. En die, dat was voor mij zelf eigenlijk al best een stap, want ik hou helemaal niet van praten en helemaal niet over problemen. Want ik ben zo iemand, ik ga niet anderen met mijn problemen zetten. Want het is mijn probleem, ik kan niemand iets aan doen. En toen ben ik daar met die sportpsycholoog over gaan praten. En die zei van, je hebt echt al last van een burn-out en je moet echt rustig aan gaan doen, want anders word je daar nog heel erg depressief ook nog. En ik ben natuurlijk heel eigenwijs en ik heb gedacht van, je zoekt het maar lekker uit. Ja. Ik weet zelf als iets met mij fout is en
ja, ik doe zelf al wat ik wil. Dus ik ben daar nooit meer bij hem geweest. En toen, ja, raakte ik alleen maar dieper in een dal. Ja, en je raakt dan dieper in het dal, wat je zegt. Blijf je dan nog steeds net zoveel darten als je ja, eigenlijk daarvoor ook al deed? Of was dat gewoon ook minder? Ja, ik bleef het wel doen, dat wel. Maar ik ging er wel steeds meer tegenzin. Ja, als ik een avondje op competitie moest spelen, dan dacht ik van... Nou, eigenlijk hoeft het voor mij niet. Eigenlijk zou ik vanavond lekker gewoon thuis blijven. Maar in mijn hoofd zei ik gewoon van... Nou, ik moet gewoon blijven darten. Iedereen die probeert me te steunen. En iedereen heeft er zoveel aan gedaan om mij eigenlijk zo hoog mogelijk te brengen. Mm-hmm. En dan zou degene die verpest, zou ik zelf zijn. Nou, dat zou ik heel erg vinden. Dus daarom, ik ben alleen maar doorgegaan. En ja, ik dacht, ik moet gewoon niet zo zeiken. En gewoon, het gaat vanzelf wel over. Het gaat wel goed komen. Ja, dat is het moeilijk inderdaad. Was dan ja, eigenlijk die druk die je op jezelf legde van... ja, als ik nou die dinsdagavond, als ik daar nou mee stop... dan word ik geen betere darter of zo. Was er een bepaalde druk die je echt vol op jezelf zette... waardoor het eigenlijk ja, misschien wel gewoon de druk te hoog werd voor jou? Voor ja, iedereen zeker, eigenlijk, zeker. Ja. Ja, dat is ook een probleem. Er zijn weinig mensen die eigenlijk druk op mij leggen. Alleen ikzelf leg de druk altijd heel hoog op mezelf. Ja. Dat is het moeilijk. Ja, hoe merkte je buiten dat, dat je er minder lol in maakte? Hoe merkte je dat... Ja, die mentale problemen, die depressie, hoe merk je dat dat invloed had op jouw dartsniveau? Ja, ik denk dat dat meer kleine dingen waren. Eerst dacht ik altijd, als ik eerst deed, het kwam me heel weinig voor dat ik me bijvoorbeeld zou in een tegenstander deed erger of zo. Dat boeide me allemaal mm-hmm. nooit niet. En ik vond het alleen maar leuk als mijn tegenstander heel vervelend was. Als hij heel traag ging doen, dacht ik alleen maar, oh lekker, dan doe ik daar lekker ook. En ik vond het altijd heel lekker. Maar steeds meer begon het eigenlijk te worden dat ik me daar heel erg aan ging irriteren. En dat mijn niveau ook enorm omlaag ging. Dus ja, dat waren wel de eerste tekenen. Ik dacht van, nou ja, er gaat iets niet goed hier. Want het is niet zoals het is geweest in ieder geval. En iedereen die zei het, ik werd heel onrustig. Ik begon heel veel met mezelf te praten aan het bord. En ja, dan speel je nog maar tegen één iemand. En dat is tegen degene die de lat te hoog legt. En dan is het heel lastig. Tja, hoe denk jij dat ja, toch wel die problemen van te veel druk op jezelf leggen en mentale problemen, hoe denk je dat juist bij darters heel vaak voorkomt? Heb je daar enig idee voor? Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik moet wel van tevoren... Ik wist niet dat er zoveel mensen die allemaal opnoemden. Ik wist de helft niet eens. Mm-hmm. Dus dat die daar hebben aangegeven. Dus dat sowieso. Dus ik wist helemaal niet dat het zo vaak voorkwam al. Maar ja, hoe komt het? Ja, ik denk gewoon heel veel dat mensen zichzelf gewoon... Ja, de lat heel erg hoog leggen omdat ze weten wat ze kunnen. Vaak als je alleen staat te trainen... Dan speel je heel goed. Ik kan me denken dat mensen daardoor ook gewoon er niet lekker in zitten. Dat ze met de trainen heel goed spelen. En, tijdens de wedstrijd dat het niet goed gaat. Dat is heel vanzelfsprekend. Maar toch ga je ervan balen. En ja, ja, misschien kan dat ook wel een reden zijn. Nou, mensen zijn die heel veel nadenken ook. Ja, darten blijft natuurlijk een hele mentale sport. Hè? En inderdaad wat je zegt, misschien heerst er toch ook wel meer een beetje een taboe in het darten over überhaupt hulp zoeken. Of dat nou fysiek is of mentaal. Dus ja. Hartstikke goed dat jij hier dan wel gewoon je verhaal durft te doen. Ja, je geeft zelf aan nog steeds die problemen te hebben. Ja, toch wil je je verhaal doen. En wil je eigenlijk dus darters die misschien ook die problemen hebben zonder te herkennen, wil je daarmee helpen. Zijn er bepaalde dingen waarvan jij zegt van, oh, als je dat voelt of als je inderdaad met jezelf gaat praten, dan weet je van, nu moet ik even hulp zoeken, even een stapje terugnemen. Nu moet ik even gaan bedenken van, ga ik niet de verkeerde kant op? Herken je die momenten die bij jezelf zijn gebeurd? En kan je daar advies voor geven voor andere darters dus?
Ja, ik denk wel dat als je ook gewoon minder zin hebt in het darten, dat is sowieso denk ik heel belangrijk om er dan ook gewoon over na te denken van waarom vind ik het eigenlijk minder leuk. Kijk, als het gaat omdat je het gewoon super druk hebt of dat, ja, dat het gewoon even het loopt gewoon niet meer zo lekker. Het belangrijkste is dan gewoon om bij jezelf te zeggen, oké, dan ga ik iets minder doen. Of misschien iets minder toernooitjes spelen, dat je wat meer traint. Maar als je dan hetzelfde door blijft gaan, dan wordt het bijna nooit beter, denk ik. Dus ik denk dat dat sowieso heel belangrijk is. En wat ik bijvoorbeeld heel veel deed, is mezelf heel erg in de put praten altijd. Tijdens de wedstrijd, na een wedstrijd, voor een wedstrijd, eigenlijk altijd. Ik zag, als ik bijvoorbeeld een wedstrijd had gewonnen, ja, dan was ik nog niet blij. Want ik heb dat nog steeds niet goed gedaan. Ik heb nog steeds een paar pijlen op een dubbel gemist en dat soort dingen. Ja, als je daar steeds maar over door blijft gaan, dan gaat het eigenlijk echt niet goed, denk ik. Ja, lastig inderdaad. Maar inderdaad ook wel goed advies wat je hier geeft van inderdaad die lol in de darten, dat eigenlijk gewoon wel een heel belangrijk is om er gewoon mee te gaan. Op dit moment, het feit dat je erover spreekt, betekent dat je het probleem bij jezelf ook erkent. Wat zijn de manieren waar jij je op het moment uit die problemen eruit probeert te worstelen, zeg maar? Zijn er mensen nog bij wie je gaat praten? Zijn er mensen die je helpen daarmee? Ja, ik heb al sinds, even denken, ik denk begin 2019, denk ik al, heb ik wel, zit ik al wel vast bij een psycholoog eigenlijk. Dan ga ik naartoe. Sinds een maandje of anderhalve maand ben ik ook een nieuwe sportpsycholoog ben ik aan begonnen. Iemand die ik al kende en ik denk dat mij erg zou helpen. Want ja, ik nog steeds hou ik niet van eigenlijk praten over de problemen. Dus ik denk een nieuwe sportpsycholoog die ik dan ken is een stuk makkelijker. Ik praat ook een stuk makkelijker. Dus daar ben ik ook nou aan begonnen. En ook meer open over geworden. Ik ben meer thuis ben ik ook meer gaan praten. Want ik heb toen, denk ik, een jaar of anderhalf jaar heb ik thuis en tegen mijn vriendin heb ik ook niks gezegd. Dat ik me slecht voelde. Ik vond dat heel zwak, vond ik dat overkomen. Dat heb ik altijd gedacht, dat vind ik gewoon zwak. Maar ja, nou kom ik wel achter dat het eigenlijk helemaal niet zo zwak is. En dat je gewoon mensen op de hoogte moet brengen. Want anders maak je het voor de rest ook veel lastiger. Want ja, het was heel moeilijk om met mij om te gaan en zo. En niemand wist waarom. Maar ja, nou achteraf snappen ze het allemaal wel. Dus ze krijgen ook meer begrip. Ja, buiten dat je het inderdaad makkelijker maakt voor je sociale omgeving als je erover praat, merk je ook dat je er zelf beter van wordt om er inderdaad met een psycholoog over te praten, maar om er ook gewoon open over te zijn. Helpt dat voor jou? Helpen, ja, dat is nog een beetje dubbel, want ik vind het, ja, omdat ik nog steeds zo eigenwijs ben, neem ik heel, heel lastig van mensen dingen aan. Dus als een psycholoog iets zegt, dan denk ik ook vaak van, ja, wat slaat dit nou op? Maar zonder dat ik het door heb, ben ik wel steeds makkelijker erover gaan praten. Ik denk dat wel een van de belangrijkste dingen die ik daaraan over heb gehouden. In ieder geval dat ik makkelijker kan praten. Want ja, dat heb ik natuurlijk bij de psycholoog verteld. Dus als ik het bij de psycholoog vertel, dan heb ik het ook weer gedaan. Dan heb je al een stap gezet, dan kan je thuis ook wel gaan vertellen. Mm-hmm. Nou, dat klinkt op zich wel goed. We hebben darters gezien, zoals Jamie Lewis uit Wales. Die stond nog op het afgelopen WK, kwalificeerde zich voor. Hij nam afgelopen jaar 2020 toch een duidelijk besluit om echt gewoon een paar maanden helemaal te stoppen met darten. Jij hebt 2020 nog best wel veel gespeeld. Development Tour, Challenge Tour. Ging ook niet heel slecht of zo. Maar heb je ooit gedacht aan een bepaalde periode om gewoon even helemaal geen darten te hebben? Of kan het er gewoon niet bij jou in? Nee, dat wel, zeker. Al best wel lang. Want ja, als je er geen plezier meer aan hebt, dan zegt iedereen ook van, dan moet je gewoon stoppen eigenlijk. Over heel veel toernooien heb ik ook getwijfeld, moet ik wel gaan. Ik heb bijvoorbeeld wel een Challenge Tour, ben ik in ieder geval niet geweest.
Omdat ik echt voor mezelf dacht, want dit is echt het beste. Om de Challenge Tour is ja, wel hoog niveau. En ja, je krijgt alleen maar klap na klap. En, dus ja, dat is gewoon totaal niet fijn. Je hebt ook nog 2 toernooien op een dag. En dat is eigenlijk extra lastig. Want in je hoofd zit je al in zo'n negatieve spiraal. En als je dan ook nog eens verliest, ja, dan ben je alleen maar aan het denken van ja, het is ook echt waar. Ik kan ook niks. En dat soort dingen. En dan, ja, daar ben je dan mee bezig. Terwijl je eigenlijk gewoon moet zeggen, want nou heb ik verloren, dan moet ik door naar het volgende toernooi. Mm-hmm. Maar dat is dan heel lastig. Dus het tweede toernooi is bijna altijd is gewoon zo moeilijk. Dus daarom heb ik wel wat toernooien ook afgezegd. En ik mag eigenlijk van geluk wel spreken dat de corona is uitgebroken. Dat is een heel stuk minder toernooien. Anders had ik nog veel moeilijker gehad, denk ik. Ja, dus eigenlijk dus het was best wel goed deze tijd. Dan was het wel, dat het allemaal wat rustiger was en gewoon misschien meer tijd voor jezelf. Ja, heel erg. Want ja, ook over straat en zo. Het is nou allemaal niet meer zo druk. Ik merkte ook dat drukke ruimtes, hard geluid. Ik kon er allemaal helemaal niet meer tegen. Wat ik eerst altijd gewoon heb gekund. En dus als bijvoorbeeld als ik kijk bijvoorbeeld naar zo'n development tour. Ja, dan merk je af en toe dat het best wel druk is ook. En een hoop geluiden allemaal van alle kanten. Nou, daar heb ik dan ook heel veel problemen mee. Daar kan ik ook niet meer tegen. En dat soort dingen gebeuren nou natuurlijk minder mensen om je heen. En dat is heel fijn. Nou, dat is goed om te horen. Zoals ik in mijn intro zei, je blijft een van de grootste talenten die Nederland heeft. Afgelopen jaar op de jeugd-WK kwalificeer je gewoon weer voor het eindtoernooi. Helaas is niet de poolfase voorbij gekomen, maar nou, toch nog wat leuke prestaties neergezet. Een laatste 16 gehaald, zag ik. Kan jij nog wel positief terugkijken op dit jaar, ook betreffende je darts prestaties? Eigenlijk niet. Ik ben gewoon niet tevreden. Dus, ja, ik ben eigenlijk nooit tevreden, maar ik heb wel heel veel dingen ook laten liggen dit jaar. En daar baal ik wel van. En, op de helft heb ik gewoon nog gedacht van, ik moet het ook een jaar ook gewoon laten. Ik kan niet meer doen als wat ik nou doe. Ik moet gewoon. Ik had voor mezelf toch een doel gesteld van, ik wil toch dat WK halen, want ja, dat moet toch tenminste haalbaar zijn. Mm-hmm. Dus daar heb ik ook toen ook alles aan gedaan. Ik ben meer gaan trainen ook. En ook met een andere instelling proberen te gaan. Want ik wil, als de WK haal, dan vind ik het allemaal wel best. En toch zet je wel een bepaalde soort druk op jezelf. Maar ik wist wel dat het haalbaar was. Dus ik dacht van, als ik gewoon normaal speel, dan komt het goed. Maar ja, gedurende de eerste paar toernooien liep het ook niet. En ja, toen dacht ik alleen maar van, het lukt ook weer niet. En toen haalde ik wel die laatste 16 volgens mij op de development tour. Waardoor het toch wel, ik voor 95% zeker dat ik op het WK stond. Ja, en toen dacht ik ook van, jongens, ik vind het allemaal wel best. De druk is er allemaal vanaf. Mm-hmm. Maar daarna speelde ik ook weer heel slecht. En het toernooi daarna, dat is dan wel een beetje raar. Want ik denk, nou is de druk eraf. En nou lukt het ook niet. Dus ik ben al lang blij dat ik op het WK zelf wel prima heb gespeeld. Niet goed, maar ja, niet, dat ik niet onder de ondergrens zat in ieder geval. Dus daar was ik al blij mee. Nou ja, het talent hou je inderdaad zeker. Je hoort gewoon weer bij de beste 96 darters, jongere darters, zeg maar. Je hebt ook aangegeven dat je mee gaat doen aan Q-School. Hoe zie jij jouw toekomst in het darten? Hoe zie jij 2021? Ja, we weten natuurlijk nu niet wat voor toernooien er beschikbaar zijn, maar denk je dat 2021 een stijgende lijn voor jou zou brengen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik heb ook het gevoel dat ik mentaal misschien al wat beter ben. Nou ben ik ook meer online eigenlijk gaan spelen toen, want ik had er op het begin totaal geen behoefte aan. En ik denk van, moet ik dat wel doen? Vind ik dat wel iets? Dus daar heb ik ook gedacht van, ik moet dat gaan doen voor een beetje voorbereiding ook. Want als ik zo lang eigenlijk niet een toernooi heb gespeeld en ik ga in één keer wel een toernooi en wedstrijden online spelen, krijg je allemaal met extra druk ook weer en zo.
Dus het is ook een beetje wedstrijdritme die ik er nou wel in heb gehouden. En ja, ik doe wel heel veel werken nog. En daar heb ik het heel erg naar mijn zin, dat moet ik wel zeggen. Ik werk nou bij Burgemie in Oost, en dat doe ik nou. Ik krijg daar een andere functie. Ik word daar ook vestigingsmanager. En ja, dat is veel meer dingen waar ik eigenlijk veel zin in heb ook. Dus ja, daar kijk ik sowieso naar uit. En dus ja, als je al dingen naar uitkijkt, dan ben je al meestal wat positiever. En ja, dan denk ik dat het met het darten, dat ik meer denk van, nou, dat is erbij. Dat begin ik nou meer het gevoel te krijgen. Ik doe het dart een beetje erbij. En dat is denk ik wel heel belangrijk voor mij, dat ik dat wel moet houden. Want dan staat er natuurlijk een heel stuk minder druk op. En dan verwacht ik wel dat ik wat in ieder geval beter ga spelen volgend jaar. Dat ik wel wat meer prestaties kan gaan halen. Ja, laten we het hopen. En nou, zoals ik het hoor, dat werk biedt voor jou eigenlijk een ideale afleiding ook van de darten. En dus inderdaad goed om te horen dat je daar gewoon naar je zin hebt. Ja, je schreef ons dat je je verhaal kwijt wilde, maar ook andere darters bekend wil laten maken van, hey, dit probleem is er in het darten. Zeg maar om deze video een beetje af te ronden van, wat voor advies zou je hen willen geven die toch beginnende mentale problemen hebben? Wat voor advies zou je die darters willen geven? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon niet net zoals mij gewoon te denken van het gaat erover, maar spreek er gewoon over thuis, misschien vrienden. Desnoods als je het moeilijk vindt, kunnen ze ook wel bij mij terecht. Ja, dan ik weet waar ik het dan over heb, dus misschien is dat wel makkelijk. Maar dat ze gewoon heel belangrijk is dat iedereen gewoon op tijd aan de bel trekt en niet zo ver als mij laat komen eigenlijk. Nou, dat zijn mooie laatste woorden, Leef. Ja, bedankt voor je verhaal. En ik wens je alle succes toe met je dartcarrière en je mentale gezondheid. Hè? Ja, top, dankjewel. Ja, fijn dat ik het allemaal mocht vertellen.